Op het Belgisch kampioenschap shorttrack in Lommel is Hanne de Smet op een overweldigende manier Belgische kampioene allround geworden. De Smet is nog maar 20 en geldt als een groot talent. Ook internationaal sluit ze stilaan aan bij de wereldtop. En dat doet het beste verhopen voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Ze is nog maar 20 en in ons land staat ze eenzaam en alleen aan de top. Haar naam, Hanne de Smet. Ze wint op het BK alle afstanden van de 500 tot de 3000 meter en telkens met sprekend gemak. Ze wordt zo voor het eerst Belgisch kampioen. Ja, voor het eerst bij de senioren, inderdaad. Wat doet dat? Ik ben er wel heel blij mee. Het is toch weer een mooie prestatie. De Smet sluit ook stilaan aan bij de absolute wereldtop. Bewijs daarvan haar vierde plaats in de wereldbekermanche in Minsk eerder deze maand. De beste prestatie ooit van een Belgische. Maar ze kan nog beter worden. Ik moet vooral veel technisch nog leren, ook wat meer wedstrijdervaring. Want ik heb nog niet zoveel wedstrijden gereden in mijn leven. En technisch, ja, dat kost heel veel jaren. Langzaam maar zeker lijkt Hanne de Smet de vaandeldraagster te zullen worden van de Belgische schaatsport bij de vrouwen. Net zoals Bart Swings bij de mannen. Het is een heel goed voorbeeld. Die heeft heel zijn sport opgeleefd. En ik hoop dat ik dat ook kan doen samen met mijn team voor shorttrack. Maar dan zal de toekomstige handelsingenieur wel moeten blijven presteren. De Olympische Winterspelen volgend jaar in Zuid-Korea zijn haar ultieme doel. Ik denk dat de volgende Winterspelen voor een medaille nog te vroeg gaat zijn. Ik wil het graag. Ik ga er heel hard mijn best voor doen om te proberen. We kunnen hopen, als we allemaal hopen.